opstarten hè, voor de tweede helft van het seizoen. Er zijn wat jonge jongens mee, dus een beeld krijgen ook van wat nieuwe jongens. Kijken ook hoe de rest erop staat. En het belangrijkste is jezelf voorbereiden op de eerstvolgende wedstrijd, 12 januari tegen Den Bosch. Ja, want als je die wint is trainingskamp geslaagd, hè? Zo werkt dat. Ja, zo zeggen ze dat vaak. Hè? Hoe is je voorbereiding geweest? Ja, dat ligt er maar net aan inderdaad. Dit is mijn tweede trainingskamp. Ik heb ook in de zomer meegegaan naar Duitsland. Maar nog niet in Spanje, op deze manier? Nee, niet in Spanje. Dus het is wel leuk voor de eerste keer. En uiteindelijk moet je ook een team hebben wat voor elkaar door het vuur gaat. Dus een stukje gezelligheid en teambuilding hoort daar zeker bij. Welke spelers zijn er niet bij? Tom Overtoom, maar ook Rennie Wolters zie ik niet. Klopt. Beide geblesseerd? Ja. En voor de rest, die jonge jongens, dat is natuurlijk interessant om te kijken hoe die zich handhaven. Ja, inderdaad. Rennie in de vakantie een blessuretje opgelopen. Dus die gaat niet mee. Daarvoor hebben we weer een jonge jongen vanuit de A1 meegenomen. We kunnen ook eens kijken hoe deze jongens zich houden. Ja, ik heb leuke kerstdagen gehad, met oud en nieuw. Ja. Leuke dingen gedaan? Ik ben even op vakantie geweest naar Malta. Ja. Dit is geen vakantie, dat denken veel mensen, maar is niet zo. Nee, dit is geen vakantie. We gaan nog elkaar tegenaan.